William Troost-Ekong, ja, het is wel heel erg pijnlijk hoe jullie vandaag eraf gaan tegen Vitesse. 2-6, harde cijfers. Ja, super. Dat is pijnlijk. Ja, hoe kwam het? Ja, ik denk dat wij als kwaliteit niet echt onderdoen. Ik denk niet dat wij echt heel veel minder zijn. Maar ja, de bereidheid vandaag was bij bepaalde spelers niet daar, denk ik. Hoe kan dat? Want vorige week begonnen jullie ook heel zwak aan het duel op Woudestein. Hebben jullie het nog wel recht kunnen breien in de tweede helft? En vandaag was het eigenlijk voor rust al gespeeld. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we daar deze week op terug gaan kijken. En dan moeten we dat gewoon bespreken met z'n allen. Maar ja, het is gewoon zuur, omdat je verliest hier. En ik denk dat de 6-2 ik denk dat het echt overdreven is. Ik denk niet dat wij 6-2 hoeven te verliezen van Vitesse. Vitesse liet wel zien dat ze heel goed met de ruimte konden spelen. Hè? Jullie spelen 1-1, dat weten we. Maar ja, juist Vitesse leek daar heel erg makkelijk garen bij te spinnen. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk als iedereen gewoon zijn mannetje volgt, dan is dat geen probleem. Als je 1-1 speelt, dan ben je gewoon verantwoordelijk voor je man. En als jij je man laat dopen, dan geef je iemand anders een verdedigende keuze. En dan is het lastig. En ik denk dat Vitesse dat gewoon goed uitspeelt. Die hebben natuurlijk de kwaliteit daarvoor. Maar in eerste instantie moet je gewoon met je man meelopen en dan heb je die situatie niet. Nu duurde het vrij lang voordat de spelers hier voor de camera's kwamen. Zijn er harde woorden gevallen in de kleedkamer? Ja, tuurlijk. Dus je moet gewoon eerlijk met elkaar zijn. En dan moeten we daar gewoon mee gaan werken deze week. En zo word je ook beter. We kunnen elkaar zeggen van ja, het is jammer. En we zijn Dordrecht en we hoeven hier niet te winnen. Maar ik denk dat is gewoon sowieso niet zo. Ik denk dat wij gewoon echt moeten knokken. En dat wij niet onder moeten doen voor dit soort ploegen. Als wij gewoon met z'n allen 100% geven, dan moeten we het daar gewoon van hebben. Van onze werklust. En misschien hebben we de kwaliteit niet die hun hebben. Maar dan moet je met andere dingen moet je dat wel gewoon goed maken. Nu hebben jullie de eerste wedstrijd uitgewonnen, daarna pakten jullie ook uit nog wel een paar puntjes, maar met name thuis nog geen punt. Dat is vervelend, zeker voor het thuispubliek. Ja, dat is vervelend. Ik denk dat het publiek ons nog steeds heel goed steunt en dat is natuurlijk wel echt klasse en dat is wel hoort bij deze club. En, maar ja, ik denk dat wij ook gewoon het publiek moeten belonen thuis.